Ja. En dan met die stuurtbakken naast, dat we met ja. Yes, al. Al een beetje. Hoe ver ben je hier al als hest? Toen ze naar spoten onlangs. Nee, dat. Ja, dat is weer voor de brutsige weer. Ja, klopt. Wat is toen vertrekken, Kar? 28. Wat een mooi ding. Ja, dat vond ik ook. Tremble GPS'je erop. Oh, diezelfde. Oh, mag ik ook zo heen? Hem zijn zat zijn, hè? Ja. Radio TMS met chiptuning. Dit is los. Is hij los? Oh, er komt een Nijkrat, ja. Vloek. Klojo. Zet dat ding uit. B. Echt iets veranderd, hè? Ja. Hoe is dat? Ja, wauw, dit is hem nog een narrat. Ja, vermoorden zal hem. Oh, wat nou dan? Ik had hem om 7 uur in mijn handen hangen. Oh god. Is de streker nou weer zijn? Nee. Hoe struk je nou weer van de trek? Hé, staan ook kastjes nou in, ja? Kastjes? Ja, kas. Dat is ook in de modder. Cucumber Greenhouse. Cucumber. De Komkommer Club? Kom eerst maar binnen. Large grain storage. Een mooi loods. Oh, die hebben we erin geïnstalleerd. We maken eerst deze map af met de ruif dan hem. Ja. Ja, papa. Nou, zitten we eindelijk op. Ik dacht vandoor gaan de eerappels hem te oosten. Is dat waar? Ja, liep me wat. Maar moest wel in Bimikam. Dit nou alleen nog. Ik ken hem. Oh, gelukkig. Goeiedag. Oh, oh. Wat is dit? Wat is dit dan? Zwiebel. Ja, ja. Zwiebel. Hey, was het nou kist? Ja. We hebben er een nieuw modje in. Er was weer een tip in de chat bij Nicely Dutch van de week. Je kan nou met een combinatie hier voor de workshop heen zetten. Gewoon de hele combinatie. En als je dat wil repareren, kun je zo met tap de volgende machine pakken. Die achter de trekker zit. Hoef je niet. Oh, leuk. Hoef je niet ontkoppelen en vuurloden eraf en dit en dat. Okay. Super makkelijk. En er is nou ook multiplayer geschikt. Oké. Okay. Ik hoop als ik dat onthoud, de link in de beschrijving zet. Werd getipt in de chat van Nicely Dutch. Nou, zo ben je ook weer wat wijzer geworden. Zo is dat. Hoe door we go. Kartoffelen, ja. Maar dit is geen Hollandse map, dit. Hollandse veld niet. Nee, dit is Friesland. Oh, ik dacht dat jij zei dat de Hollandse veld. Dat nee, nee. Wist toch niet, was toch hier? Oh ja, hier moet ik weten. Hier gaan wij die kartoffelen aan. Acclimatiseren. Maar ja, in de door. In de door, nee. Nee. We gaan eerst eens even shift 5. Even kijken. Oh, hier zijn die kartoffelen, die zijn nog lang niet fertig, niet. Oh, du scheiße, warum grün sieht er nicht aus, die grün. Het is te droog, jong. Kijk dan, er zit geen botter in die rem. Nee. In die rabbel, rem. Rem. Nou, dan moeten we zorgen dat we de tijd eens even versnellen. Hoe lijkt het met de... Versnellen rezaaien. Even kijken, een type vrucht. Wie is er bevruggen? Oh god, ze zijn er maar net uit grond, zo lichtgroen is nou. Oh, ja, kill. Dan... Zijn we het hier even snel, maar ik wil ja, gewoon... Ja, ik met... heb de blablabla laatste, wat ook al zo uit. Ik zucht. We gaan het hier versnellen. Ja, ik... oh, gatsie. Die zwiebel, die zit nog niet vettig, niet. Nee. Die zwiebel nou ook niet. En die hop, kunnen we ook combineren? Grote vraag bij getraaide hamel, hier zo. Aan het groeien, hop. Oh, hebben we hebben de begroeiing wel aanstaan, hè? Ja, oh, jeetje. Wat een gewaskilden. Plantengroei uit, zei hij. Wat? Ik had de plantengroei nog uitstaan, maar ik wil s'nachts eigenlijk dat niet zien groeien. Oh, zo ja, zo was het. Hest toen zien hoe oud die hoppen ben? Dat ja, kon ja. Een planten weten doen. Ja, dit is prima.
Dit gaat goed. Oh, hier moet dan nog graden doen. Ja, dat zeg ik. We gewoon even. Laat dat maar even, even zitten, even tijdelijk. Dat was ook al bemest, geloof ik. Die je bemest. Hoeveel pakken hebben we hier nog? Hebben we hier genoeg vouwer? Het is nog niet vol bemest, nummer 2. Oh, dan gaan ze daar hem doen. Hé, wat is dit? Oh, nou doet hij het wel. We moeten met een dag. Oh, de ligging, dat kist toen wel hem doen. Wat? De ligging op veld 26 nog pa. Leuk. Oké. Zet dat hier een beetje over, hè. Gewoon ik even bemissen, gewoon straks eerabels even oogst. Ja. Ja, toch? Ja, Wat deden we dat ook alweer? Mesprummer zijn. Nou, oh, heerlijk. Gewoon even weer even farmen. Dat is lang geleden. Is er ook een trekker daar? Oh, dat is de stoel. Farm is hier maar leden 19. Nou, dat is 2 weken geleden dat we hier in zitten, hè, man. Hé? Dus doe even wat voor mij doen, Pees. Hé? Hé? Wat moet ik doen? Oh. Ik ben aan het sproeien. Oh. Ik moet hem die. Die diepvader moet erin maken. Zo, we hopfen die spruien, die hopfen doen. Wil jij hem die platte wokken hem op tilden? Oh, ik ben net naar Bailey aan het maken. Dan moest even wachten dat ik een overkamer heb. Heb je geduld? Moest dan. Oud. Trek, bouwen weer een beetje op steen. Ja, waar. Is die AB er niet? Nee, ik ben aan de overkant toe. Onwijs. Maar deze sproeit niet zo snel, dus dan gaat maar 12. Zo, ik kan even tappen in de shovel. Of wissel in de shovel. Ja. Kabeljeten? Ja. Ik heb hem kabeljeet. 26 lang die pakjes stoel. Ja, dat kleinere stukje onder in de maag. Onder, oh, doorzoot. Hé, hey, met Miscania in mijn pad. Zo is. Zie ik die aan erin? Ja, ik zie de pakken liggen zelfs. Ik ben door in de buurt. Oké. Okay. Ja, aan links. En dan is bij die volgende T-splitsing maar recht door het laan op. Nou, links, ja. En dan is er op af. Oké. Okay. Ja, ik zeg ze. Ja. Nou, beleefd. Niet veel. Niks. Doe wel. Nee. Oh, super saai aanleven. Ja, dat wordt niks. Nee, zal ik hem stoppen. Ik ben Bietland. Mooi. Ting ting, pakje erop. Pakje erop, nog een pakje erop. Zal ik dat allemaal vertellen hoeveel pakjes hier ben? Ja, maar dan is er ook pro. Ik heb er nu 2, 3 op inmiddels. Ja, mooi waar. 4, 5. Goed zo. Oh. Hier liggen nog wel een poren. Kijk. Zo. Volle bak? Nee, het is nou bijna voor. Je moet hem mis over. Die grond is arm, joh. 1200 dpi. Nou, hoeveel heb ik er? 12 min, 3 is 9. 21 bol. Oh, kijk hè. Nog 1 bol. Ja, dan heb ik hem vol bemist. Klaar me dan tien omhoog. Zo is het. Zo, botjes staan bij huis. Ja, bij de shovel. Oh, door bij de ding, ja. Het hekje. Wat ik dacht. Ik is toch wel in regel. Nou. Die grimme elevator die lossen kan. Met die stormbak. Ja. Als doet die grimme elevator nou met de luspie bij de Romiloods heen dus. Dan als die ja, grimme, dat is dat korte bandje bedoelst toch? Nee, gewoon die lange lusser.
Oh, die halfvuller. Die halfvuller bedoel ik, ja. Ja. En dan met die sterbakken naast, dat we met... Ja. Yes, al. Oh, een beetje. En dan met die sterbakken naast. En dan moest die halfvuller zo in die trigger van die Romulo's zetten, dat die Romulo's dat slikt. Dat is meer. Ja, ik snap hem. Zo dacht ik dan quasi-realistisch dat te kunnen oogsten. Ja, realiseren, zeg maar. Ja. Oké, nou moet ik hem trekken. Die fan die wel even, nou, dat ging allemaal maar net. Ja? Ja, nou, die met die... Dat tietje stilstaan. Ja, we hebben 14 dagen niet weg. Nee, daarom. Werkelijk mooi, jongens. We hebben hier gewoon... Oh, moeke, dat was goed ook aan Lien. Oh. Die vieze onderbroek, die had ook twee kleuren. Strijping. Ik heb Balbi Winkels door hem al aanleverd gekregen. Ja, is dat huur nog of koop? No. Koop. Tuurlijk. Koop met een 1,5 miljoen. Wat zal er? Zal ons. Oeh, die hop, die... Eerste hopblootjes die knalden tegen de spuitboom aan. Ken dat? Hier ligt allemaal nog gras. Oh, dat kan. Maar dan moest er rustig rijden, moet er niet uitvallen. Nee. Dan zullen we dat straks naar met de combine en dan gelijk de kilo er wel in. Ja, maar dat is weer een graad. En dan wolsten we dat in die Romulo's, hè? Ja, die Romulo's kunnen eerappels en bieten trekken of alleen eerappels. Maakt niet uit, maar al die drie Romulo's, dat ben een eerappelloods van ons. Door zo, ja, was nou best. Als je die halve vullen met de uurende in de trigger van die Romulo's zet. Oh, ja. Denk ik dat die Romulo's zich dan vult. Ik wil startback op. Ja. Hoe ver ben je hier, Ravels? Hè? Toen ze naar spoten onlangs. Nee, dat is nog wel een keer gewoon. Ja, dat is weer voor de brutsige weer. Ja, klopt. Je spatpoot me nog en best nog een stelijke metraai en mest of nooit. Er zat één redplantje die ik erin moet proberen. Ja, een spatpoot of niet? Dan moet je toch anders voorzichtig mee weten. Ja? Ja, blexigoor. Ik wil al berekenen en dan u de sloot trekken, maar niet goed? Ja, dat mag niet. Geen bruinrood kweken doe. Nee. Dan maar minder kilo's, dat kan gewoon nooit. Ik heb spuutmachine kloor. Ik heb de tijd even meer op 120, hè? Ja. Dan wil ik gewoon weer appels. Oh, we moeten wollen met een kant druk. Ja, gewoon doen. Op welke kant moet hij lossen, die startbak? Dat is een goede vraag. Weet ik niet. Voor mij op een linkerkant. En met die wel eens hard al? Nee, deze niet. Met die tweede reiniging zet niet. Dit is een XXL. Ik era 24, dat is een 2,40 meter brede mat. 6 meter lang, met een dubbele reiniging. We moeten het zo even proberen. Want ik vind dat, dit lijkt mij zo een geinig idee. Ik weet niet of die zo goed staat, heb je zo? Nee, nou, we zien het wel. We zijn labels. Ik ga even kijken en ons... Ik loop wel hem doorheen. Ik wil wel hem goed voor de bril hem. Derde status, als ik het zo... Rogge. Oh, dan moest nog links lopen. Oh, hier, yeah. Nou, ietsje naar rechts. En nou rechtuit lopen. Komt er rechterbal af. Nu. Nou, ik weet niet wat dit wordt. Wat dan? Hier komt tarwe zo mijn deur. Wat is dit? Ja, klopt. Niet leuk. Dat heb ik vergist. Met tarwe. Ik vind een vreemd gezicht en hij is ook nog heel dun, zaaid ook nog. Ik weet niet waar toen aan mazen staat, maar de zoot komt amper op. Nou, dit heeft niemand eerappels met tarwe sporen, wel? Ik weet niet. Volgens de kabakkers hebben we. Ja. Hebben wij gewoon rooien met een trekker op GPS? Dus wat voor rooierij? Hebben wij een rooierij? Oh, hem niet over Engere Proons, is er nou bij. Oh. Doen we dat straks even. Ja, doen we dat straks even. Oh, super. Heb je een nieuwe cola meegenomen? Ik zal een appelsaft. Appelsaft. Appelsaft.
Die wie moet Ik heb al hey, ik heb is een loofklabber. Heb ik kocht. Met dubbele aanspanning, die kan ook voorop. Die wil ik voorop hebben. En dan dacht ik die Europa, want die is nee, dat maakt niks uit. Die Grimma of Europa. Ik heb met deze met al bij mijn deur van maat. Ik heb Europa nog nooit zien. Maar... Hoe groot is die bunker? Oh, die is 10 uur. En die andere is 9. 92. Oh. Ruben? Ik heb liever een gremmen, maar doe maar, ik ben gremmen miners. Ja, dat snap ik. Doen we gremmen? Ja, het is donkergroen, we kunnen maar een oogsten, jongens. En iets maar dan maken we wel met twee rooiers doen, zeker, dat hele perceel. Oh, dat is ook goed. Roggen aan het groeien. En doen we twee set? Ja. Kopen? Ja. Dan kan ik, is het ook misschien leuk als ik die Europa doe. Ja, is goed. Dan hebben we ook een maar variatie in. Varie is een toortie. Ja, varmicelli. Toortie. Okay. Oh, is ook koetsachtig. Nee. Ja, moest even mensen in mijn aaien. Mijn Bert is er ook dus een deur lopen daar. Oh ja, ja. Worst u... Bert is de stad. We hebben twee keepers. Ja, ik zet de vent... ik hol met vent ding op. Wat met vent ding op? Een loofklabber en een roymersijn. Ja, doe ik best gewoon om 1:30 s'nachts naar de winkel toe en drie keer. Nee. Ik wil even een spel opslaan. Welke, ja, het is tijd om de oogst in de top en kan verwijderd worden. Yes. Ja, dat ook zeker. Geen opbrengst. Ja. Tap en de tap doet het, jongens. Ja hoor. Yes, ik kan zo tap. De trekker en de spuit. Gekoppeld, gewoon gerepareerd. Is die code loods? Dan zit er nog ruimte. Nee, er is verrekte weinig ruimte, doe ik. Het code wel met dag toen we dat opbouwden deden. Welke trekker moet ik voor die rooier hebben? Doe eens die cultuur, denk je? Je moest ook even een trekker omspitsen. Ja, welke trekker ken dat? Ja, dat moest even kijken, weet ik eerlijk gezegd niet. Maar wij hebben niet zoveel van die kleine trekkers, hoor. Ja, maar dit is geen kleine trekker. Dit is een 200 pk 7 serie. Dat is een sub 200? Een 27, ja. Is een trekker de bico? Ja, mooi hè? Hij moet aan zonder, had ik dacht, dacht ik net ook al. Ja, ik denk, hij moet op de wiel lopen. Ja, dacht ik ook. Hoi! Hoi, klopt het niet. Maar die, Oh ja, ik kan wel eens komen. Ja. Wat is het voor trekker, Kar? 28. Wat een mooi ding. Ja, dat vond ik ook. Tremble GPS'je erop. Oh, diezelfde. Oh, mag ik ook zo heen? Hem zijn zat zijn, hè? Ja. Radio TMS met chiptuning. Dus er is los. Is hij los? Hij hoort toch stoer. Verkoop me dit. Ja. Ja, maar dat is een mod. Dat is die Thomas Maring Maring mod. Nou, oh, 1%. Jiri! Trekkers, waar stond niet tussen? Ik heb de middelgrote tractoren. Dan kies je achterin de Fendt 800 serie. Ja, van Thomas Lutzerveld. En dan kies je bij de banden Trelleborg. Hoi hem. Ja. Shit, ik dacht die chandeer hem te willen doen, maar is er ook PTO op doen? Front PTO. Anders wil hij die niet aandrijven, hè? Klopt. Hoe gaat ie? Nee, die velgkleur moet niet... Bogassi? Dat is wat anders. Ja. Is het al heen, horen door?
Ik klap bal nooit. Knitter dat ding lekker erin. Welke AB-lijn noem wat, hè? 3 meter. Eerst kabakken, ja. Hè? Ja. Rustig, ik ben bezig, doe. Ja, maar we zitten nou wel in versterk, hè? Ja. Zo. Of zal ik eerst die tarwe eruit combineren? Gooi die tarwe zo klaar. Oh, ik kill. Oh, dit ding moet een zoutje doen. Oh, wat is zo de midden. Ja, doe moest. Wacht even. Doe moest denk ik even anders beginnen. Wat dan? Nou, doe ga eens met die diabolen op ongeklapte. Ja, dat klopt. Je moest denk ik bij het padlaan beginnen te klappen en dan omdraaien denk ik te rooien, of niet? Dat weet ik niet. Wat ga je nou hurry-up? Heeft u die rooimachine wel aan? Nee, die pak is er niet. Oh, stop! Door is die tarwe ook plat met de rooimachine. Ja, dat geeft niks. Nee, dat geeft niks. Die man eruit. Ja. En mijn grijpenmissertje. Oh, chips! Wat is er? Oh, chips! Wat is er? Ik heb de tiet nog op 120 van haar. Jij hebt de plantverdorring uitstaan? Ja. Goh, dat is zo wat weten ze, hè? Pak doe alvast met mijn keeper. En die kip, nou, is er wel genoeg ruimte voor die 1000 eieren, hè? Weet niet, joh. Nou, dat begint zich ook wel een hapje stolen hier. Ja? Ha. En zo'n keeper regelt. Ah, ik ben ook bezig, hè. Ja, oh, ik denk hij is een verlendersknip. Nee. Er wordt niks met die rode dracht. Er is één trekker die geklapt. Wist wat we doen? Nou. Doe los die klappen er maar mooi voor zit. Ik klap wel even met los klappen. Voor die, hè? Ja. Want ik draai alles plat zelf. Vergeet die stopshock erin te hangen in de keeper. Oh, die. Ja. Ik heb hem weer leven, joh. Ik pak nou één boontje, maar er komt er nog zit niet. Ja, nee, klopt. Die heb ik klap erin toen. Die ben net in dood. Oh ja. Ik kom er zo wel weer bij, denk ik. Ja, ik pak nou 2 boontjes. Ja. Goeie genade, ik heb er lager 100 kilo in zitten, doe. Ja, dat is een goeie rabbel. Ik ken 1 metertje op zitten, maar. Nee, ik heb hem op een halve meter al gestorven. Oké. Ik ga hem al om. 10 kilometer per uur. Niks mis. Oh, je moest straks hem door niet. Je moest hem die eentjes hem opholen van mij, hè? Straks. Maar dan? Ik heb er nog 2 eentjes liggen, ja. Snaps. Ik ben net niet op de hele kant. Oh, nee, precies. Voor mij is het dus ook precies. Dan heb je hem over de tarwe heen. Ja, maar dat is niks.
Ja hoor, pak hem zuiver. Ja? Maar we zitten hier wel even met bezig. We zijn door wel even met bezig, maar dat heb ik niet. Echte boer zit er ook zo, hè? Ja. Die hebben dus alweer half vol. Mooi. Dat gaat daar zo, hè? Ken wij zo biocolaas? Chips, ik kan weer terug. Ik ken één op zee. Ja, dat had ik ook geprobeerd, maar dan laat hij een letter eentje staan. Ik zit nu met een diabolen zuiver op de rug van deze kaart. Oké. Okay. Hij kan eigenlijk drie pakken als het een beetje mooi inzet. Ja, inzet. Klopt. Ik zit ook zuiver boven de rug. Boven die andere twee? Ja. Maar dit gaan we niet redden, denk ik. Wel. Nee. Ik kan het proberen voorzichtig. Nee. Nee. Nou, ik moest kijken. Ja, doe eens nog meer ruimte. Maar dan hebben we één kabakker eruit, dan gewoon naar de andere kant die kabakker eruit doen. Ja. Goh, valt helemaal door zo'n trechtertje henne. Oké. Okay. Moest eerst loopklappen, zeker. Ja, ik wil eigenlijk even kijken hoeveel er in die kieper zit. 84%. Nou, dan kies je hem voor, dan kies je hem even achteruit erin. Dan kan ik hem ook. Leusje. Dan neem ik de keeper wel met nu, zou ik eens dan lopen. Oh, ik wil eigenlijk even de keeper metnemen ook, want ik wil natuurlijk even zien hoe dat ja. gaat. Nee, ik wil even zien, anders kom even helpen misschien. Even die halfvulder op de plek zetten. Mooi even keer. Ja. Ik zou hem mee moeten trekken. Nou, één kopakker, 97. Oh ja, we hebben 38 ton poot. Poot. En we hebben nu 30 ton aan van de kopakker er al af. Ja, dat komt goed. Hè? Dus eigenlijk moeten we even onthouden hoeveel kibbers. We thuisbrengen. Mm-hmm. Kunnen wij zien in de edible totaal staan hoeveel we nou hebben? Hoeveel hebben we in stak? Hoeveel hebben wij in stak? We moesten dat even opschrijven, hè? Ik doe even. Wij hebben 448 ton en 638 kilo liggen. Oké, wacht. Ja? 448, 638. Liter aardappels. Ja, en er kan nog ongeveer een zesde bij, en dan is het vol. Voor de oogst. Oké. Ja? Ja. Ik zou zeggen, blaven boven de baak. Verder naar links. Ik kan lossen. Ja, ik kan me niks schilderen, moest de referee sterbak staan. Ja. En dan rollen al die herappels, die moest vol in het rubbenkleed. Ja, zo, dit is beter. Ja. Zo. Aardappelen. En nou? Palet maken inschakelen. Los hem beëindigen, zegt hij hier zelfs. Loop de band uit klaar. Ja, X drukken. Ja. Hier lossen. Dat doet hij niet. Moet ik aan de andere kant van die vuller van... Nee, leuf ik niet. Hier zijn schotjes aan deze kant van die... Ja, klopt. Die zet hij dan dicht. Dat klopt wel. Of moet ik hier aan het eind wel staan? Ja. 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 Dat moet wel. Kan jij... Zit toe in die halle, in die blesbak? Startbak. Ja, maar er staat ook niks 0%.
Er zit ook niks in, hij stuurt niks. Nee. Dat ding moet sowieso vol gaan lopen, die... Of moet er eerst een tussenbaan tussen? Nee. Zo'n duurband. Nee. Ridoor is helemaal weg. Je moet toch ten alle tijde die startbak volgen in Yukon? Ja. Dat is los. Aardappel of suikerbier in deze machine laat, krijg je netjes verpakte pellets die je kunt verkopen. Staat hier. Of is die silo vol? Nee, hier staat, als je aardappels of bieten in deze machine laat, die ik net, die startbak, krijg je netjes verpakte pellets die je kan verkopen. Oké. Okay. Het kan weten dat die eerste hal vol zit. Ja, daar zat ik dus ook al naar te kijken. En ik dacht, oh, wacht even. Griezel. Ja, nou kreeg ik het erin. Met een shovel. Hè? Hier. Krattetjes. Hoeveel gaat er 1.000? Dan kunnen we nog wel wat doen. Maar moeten we dat erin schepen? Dat vind ik niks. Is die nee. Kippen niet... Ja, maar dan zitten we met die pellen. Hoe dat? Ik heb helemaal een vraag om ze. Jawel, op zich wel geinig dit, maar... Overladen starten. Ja. Ja hoor, nou doet hij het wel. Waarom nou wel? Wie is doet? Maar nu wil ik dat niet in die pellets doen, maar dan wil ik die hallenvuller. Ja, nou dan moesten die hallenvuller daarnaast deponeren. Ja, dus ik wil eigenlijk die pellets. Ik zet een bandje in mijn kant. Hier, nou komt het in mijn pennenbak terecht. Oh ja. Rijd dat ding door in WHB. Oh, die kan mooi als overmoord. Lijkt er wel mooi. Oh ja, ik zie het. Nou. Oh, daar komt een nijkratje aan. Vloek. Glojo. Zet dat ding uit. B. Echt iets verhoor dit. Ja. Ik wil niet dat er een kratje kwam. Nou, dan zet me die halve... Die eerste Romulus is vol, denk ik, hoor. Wil dat fijn? Ja, dat denk ik wel. Zit die halve vullen er nou eens onderdaan? Nee, hij lust. Hij lust. Kijk, ik heb bij escape menu. Hier, maar nou stopt het. Schuif hem eens uit. Hoe moet dat ook alweer? Met een muis van mij. Kist hem een beetje in de lengte draaien. Oh, stop. Zo. Pak een shovel even en riet dat door hem. Jeetje, we moeten waak van die. Nou, hier komt nog wel 80 afleveringen achter weer, zo doorrijden. Nou, die beunhuizerij die het slecht moet doen. Wat doe jij, jong? Ik schuif hem door nog een boom. Overladen, ja, dat was toen nou net ver. Te ver. Is er nog even terug in, die halfvuller? Hij lost. Maar niet. Ja hoor, hij vult. Geen ruimte voor de aardappels. Is dat... is die nou ook vol? Kan maar zo, want hij heeft 2 tunnel vuld, eigenlijk 2.000 al. Wat zie ik op de achtergrond? Ik zie hem lossen, maar er gebeurt niks. Ja, nou wel weer, of niet? Ja. Ja,
moet dat steeds zo. Nou, die waakt gelukkig. Alleen lust dit heel langzaam, dus we moeten even met twee keeperzetjes erin. Dan kan dit mooi hier bezig. Maar waarom zie ik hem nou niet lossen dan? Hé, hey, is dat lossen? Oh jawel. Die bandjes die worden niet vult. Oh, hier bij de Romulo's niet. Nee. Die band, die gremmenband zie ik niet vulden. Oh, ik wel. Niet verschuwen, man. Nee, hij moet een boom naar een andere bandje, ja. Oh ja, verdlie. Zo. Nee, dit gaat goed. Nou, dit waakt. Deze ook met een keeper. Riep me nog even naar het laden en dan stap met hem mee. Ja? Subtunnel en dan start back. Nou, we gaan de volgende keer verder, doe. Ja. Doen we dit zo. Moest er nog een screenshot, maar? Dat heb ik net ook al gedaan. Anders moeten we even die andere event erin bij hebben. Waarom? Dan moet ik ook mee om. Doe het zo. Ik zou zeggen wel trusten. Yo. Yo. Hey.